Lieve, lieve kijkers en luisteraars van de eerste de beste vrijdagmiddagborrel. Daar zitten we weer. Ik zit er klaar voor, hoor. Hey. Freek had het zo naar zijn zin, die is gewoon 4 dagen blijven zitten. Ja, blijven zitten. Dat is zo leuk. Niet gedoucht, niet klaar, gewoon niet geschoren, helemaal blijven zitten. Ja, top. Zelfde kledij aan. Kan je niet van ons zeggen. Nee, jullie zien weer spikkerspan eruit, man. Zeker. Helemaal klaar voor het weekend, hè? Lekker vrijdagmiddag. Of vrijdagochtend, is het online. Ik zit al lekker met een lekker biertje hier zo. Vanavond schakelkanaaltje. Genieten. Absoluut. Freek, heb jij ook een beetje spanning voor vanavond? De uitwedstrijd van de superboeren bij de Galactico's van Helmond. Helmond, hè? Ja, het moet de komende week gebeuren. Helmond uit Den Bosch thuis. Top Os thuis. 9 punten. En we hijgen even Joop buiten. Zijn vriendjes in het nekkie. Dan wordt het even bij Kalisjes van Mieke met Joop buiten in het nekje hijgen. Met 9-3. Ja, minder dan 9-3 klaar. Maak je nou geen zorgen, want volgend jaar zit hij in de Eredivisie, maar dit jaar speelt hij er nog, hè, Martijn Kaars. Gewoon nog bij Helmond. Dus waar ging hij ook weer? Ja, die gaat overal heen. Die kan overal naartoe. Maar weet je waar ik nou al dagen mee bezig ben eigenlijk? Nou? Gordon. Oh. Gordon, die komt gewoon met een nieuwe plaat. Oké. Okay. Oh. Met muziek. EP. Oké. Okay. Dat wordt genieten, man. Ik ben toch een lekker zingen, Gordon. Heb jij een favoriete Gordon plaat? Nou ja, heb ik zeker. Die samen met Replay heeft gemaakt. Ken je die nog? Never nooit meer zijn. Een klassieker. Die zit er toch erg in. Maar die plaat is super lekker samen met Replay. Zo wij soulful. 20 jaar geleden ja, of zo. Denk ja, het ja, ook. Ja. Maar dat was een hele lekkere plaat. Dus absoluut. Ik verwacht daar wel wat van. Ja, maar dan moet hij hem niet alleen maken. Dus hij moet dus weer met Replay. Hij moet eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar dat waren echt topnummers. Ja. Er waren ook gewoon 2-3 hits stonden erop. Met LA The Voices vond ik hem wat minder. Ja, toen ging het de foute kant op. Hè. Met Gandalf. Ja, die Gordon, jong. Hij fascineert me wel. Ja. Ja. Want dat is ook zo'n man. Net als Remco Balk. Er gebeurt altijd wat rondom Gordon. Ja, Remco Balk. Oh ja, Remco Balk is de Gordon van de KKD. Juist. Ja. Nee, maar dan woont hij weer in Dubai. Ja. Dan heeft hij weer een verloofde die hem loopt op te lichten. Dan is hij weer depressief. Dan gaat het weer supergoed. Ja. Het is altijd wat. Gaat er een telefoon af? Nee. Oh, nee. Ik leek heel of ik wat... Dat is het licht in mijn telefoon. Ah, oké. Okay. Nee, ik dacht misschien belangrijke dingen. Maar waren jullie ook fan van Geer en Gor? Ja. Programma? Ja. Dat was toch dat was prachtig, hè? Ja. En wat ik dus las bij mijn hele betrouwbare bron, Live of Yvonne. Oh, ja. Want dat is meestal de bron van deze intro. Het was bijna weer rond dat ze zouden gaan opnemen. Oh. Maar ja, toen ging Gordon weer dat hele gekke interview wat hij had. En toen was Geer helemaal klaar. Dus dat is einde oefening. Geer en Gor gaan we nooit meer op tv zien. Wat jammer, dat was echt en de unieke televisie. Was ja, dat. Toch? Ja, dat was geweldig. Die gasten hadden wel een soort chemie samen. Ja, zeker. Maar nu weten ze dus ook wel eens ook allemaal geacteerd. Want die mochten elkaar gaan. Nee, natuurlijk niet. Een beetje zoals wij doen. Een beetje zoals wij. Ik merk het ook achter de schermen. IJzige stilte. Maar wie wij wel mogen, zijn onze grote vrienden. Van Proforto. Uiteraard. Oude scherm blijven, even kijken. 1, 2. Tik. Nee. Ja! Ja! Heerlijk. Bedrijfskleding voor echte helden. Juist. Zo is het. Dus zoek jij nog bedrijfskleding, neem dan vooral eventjes een kijkje bij onze grote vrienden van Proforto. Voor de beste bedrijfskleding en werkkleding. Ja, natuurlijk. Helemaal top. Maar ook als je in de zorg werkt, jongens of meiden natuurlijk, want als je genderneutraal hier zo, koop je kleding bij Proforto, want je kan daar gewoon een heerlijke dienst in draaien. Precies, alles, hè? Alles kunnen zijn bijvoorbeeld. Je kan van alles. Ben je hoofdredacteur van VI? Proforto kleding, man. Proforto. Als ik hier wegrijd zo, in één rechterlijn richting Proforto. Juist. Op vrijdagmiddag en zo, extra aanbiedingen. Dan is het nog goedkoper. Dus de prijzen nog scherper. Hey, dan even wat anders, want Freek, jij zit er natuurlijk weer, thanks daarvoor. Ja, lekker. Maar onze vriend Ferry de Bond ging toch nog wel even eng viraal. Ja, leuk man. Kijk, buurtapps zijn sowieso al prachtig. Ja, want mensen klagen over de meest onzinnige dingen. Pakketje bezorgd, waar is mijn pakketje? Ja. Ferry die had een post geplaatst over zijn buurtapp in Hoeven. In Hoeven, en dan in Hoeven gebeurt altijd wat. Kijk, daar heb je Ferry daar. Ja, daar heb je is hij er toch een beetje bij. In Hoeven, Joop, laat deze staan. Dan is Ferry toch een beetje erbij. Maar in Hoeven gebeurt er altijd wat. Kan jij een beetje uitleggen wat er gebeurde in zo'n groepsapp? Ja, want iedereen kent het wel, een
beetje. De groepsapps, daar worden inderdaad de meest beetje betuttelende dingen besproken. Ja. Hè? Van, de kerkklokken staan te hard. Ja, of de folders waren nat. Weet je wel, dat, dat idee. Nou, wat ze nou iemand had in de buurt- en wijk-app van Hoeve neergezet. Ja. Dat wilde hondenbezitter die geregeld zijn hond laat poepen in een bepaald gedeelte. Dit ook opruimen. Vindt het nogal smerig om de poep van een vreemde hond op te ruimen. Ja. Of dit blijft onder mijn schoen plakken. Ja. Bijvoorbeeld dank. En dit ging een beetje door zo. Ja, want iedereen gaat natuurlijk naar zijn eigen straatje. Ja, dat is gewoon vervelend. Ik kan het niet zijn. En op het einde was ook een bericht van... Ja, ja kijk, ik heb geen hond, dus ik kan het zeker niet zijn. Nee. En toen kwam onze Ferry erin. En die zei het volgende. Het hoeft niet per se door een hond gedaan te zijn. Hè. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Hoppa! Dus die had een vrienden gemaakt in de buurt. En toen was vervolgens Ferry de Bond zojuist verwijderd uit de groep. Nee, dat viel mee. En dan daarna samen allemaal naar Café Het Tapperijken. Maar hij haalde met deze post gewoon de beste social media NL Instagram. Nee joh, dan ga je lekker ver. Eén viraal is hij gegaan. Hey, maar die jongen is populaire jongen op Twitter. Heb jij er wel eens op gestaan op beste social media? Er is zelfs een keer een soort heel artikel door mij geschreven op de beste social media. Moet je nagaan. Ik ben een influencer. Ik ben een echte. Ja. En alle facetten. Waar ging het artikel over? Ja, over mijn beste tweets of zoiets. Maar dat was gewoon mijn meest populaire tweets. Ja, waren er veel hè? Alleen maar, het levert alleen maar. Kijk, een gekhuis. Ik zie mezelf niet als twitteraar, als kunstenaar. Ja, kunstenaar. En dat zie je. Ja, echt woordenkunstenaar. Ja. Kijk, ik heb bij ons ook echt als jonge stagiairs bij VI ook aankloppen en zo. En waar kan ik een fijne kneepje, zeg ik. Jopie Buit. Juist. Woordenkunstenaar. Jopie Buit. Analyseer alle tweets en je bent er gewoon. Ja, juist. Ja. Ik ben ook wel een keer op de beste social media geweest. Ik heb sowieso ook op Upcoming en zo een keer gestaan. Maar met een account waarvan mensen niet wisten dat het mijn Twitter account was. Johnny Heitinga was jij, hè? Analyst Heitinga. Ja, hij was analist Heitinga. Heb je dat toen een keer meegekregen? Nee. Dat is denk ik Heitinga was toen analist bij Veronica, was het. En dan daar kwamen teksten uit. Ik ben eerst begonnen met de teksten gewoon die hij letterlijk zei. Dus dan was het van Dortmund tegen Real. Ja, Cristiano Ronaldo. Goeie speler, scoort veel. Dat was zeg maar de analyse. Ja. Dus toen had ik daar een kleine parodie-accountje op gemaakt. Ja, maar ging binnen 2 dagen 10k goed. Volgers. Die ging als de raket. Goed. Was leuk, man. Ja, was leuk. Goed, Maar dat was wel het einde van zijn analistencarrière. Ja, jammer. Ja. Daarna weinig meer op tv gezien. Maar goed, dus dat, kleine openbaring van mij. Dan even wat anders, want we hebben het in de woensdagshow er niet zoveel over gehad, maar Love is in the Air, het was natuurlijk ook Valentijnsdag. Ja, heb jij nog wat romantisch gedaan week? Ja, we hebben getraind met LSW70. Kijk, dat is voor mij gewoon de pure voetbalromantiek. Maar daar heeft mijn vrouw heel weinig aan gehad. Of tenminste, die is gewoon lekker thuis gebleven. Die denken, bekijk het maar. Ook echt mooi. Dus, gemakshalve ben ik daarvan uitgegaan, laat ik dat zeggen. Freek is een goeie. Ja, Al onze luisteraars weten dat we gewoon op dinsdag zitten. En jij vertelt wel eens hoe we hebben gedaan. Nee, dat heb goed. En dan ik ga zo op vrijdagmiddag. Nee, man. Zo soepel. Als jullie nu zeggen, het is half juni, begin ik zo over het EK te praten. Geen enkel probleem. Net zo makkelijk. Nee, maakt allemaal niet uit. Maar nee, ja, dus afgelopen woensdag heb ik lekker... Heb je nog een cadeautje gegeven? Ja, zeker. Nou, dat heb je al gekocht, denk ik. Dat heb ik dus op dinsdag gekocht. Dus een dag eerder. Ja. Nee, met de kinderen samen. Okay. Ja, met de kinderen samen. Liefste mama, bla bla bla. Het is een beetje veredelde moederdag. Ja, precies. Maar dan kan ik ook een beetje verkap zo. En dan... Ja, ik weet dus, ik moet nu ook weten of ik iets heb teruggekregen. Dat weet ik dus niet. Nee, maar, niet. Terwijl dat kocht, gemaks... Nou, dat zeiden ze ook bij die winkel. Want ik heb gewoon een chocoladehart gekocht. En een briefje erbij met de kinderen geschreven. Toen zei ze daarvan, krijgt papa ook wat aan de kinderen? Zei de kinderen, dat weten we niet. Toen zei ik wel van, ga er maar wel vanuit. Anders zijn er wel echt wel de strikte consequenties. Dat dacht ik wel. Ik heb een dildo gepikt. Was jij diegene? Ja, was ik diegene. Want er is een heel mooi verhaal. In Almelo was er namelijk een dief die midden in de nacht een kraak zette in een winkel. Nam maar één dingetje mee. Hè? En dan hebben we het niet over een laptop. We hebben het niet over geld. We hebben het niet over dure spullen. Maar over één vibrator. Kijk. En dan wel één. De XL Full Body Lovers Premium Vibrator. Wow. Van 1995. Blijkt in de holst van de nacht gestolen uit de Datum Voordeelshop. In Almelo. In 16 seconden duurde die inbraak. Dus waarschijnlijk nog sneller dan met dat ding. Pure romantiek. Ja, dat is toch mooi. Dus die eigenaresse van de winkel ook, die zegt ook die buit. Het gaat even niet over jou. We blijven er maar over discussiëren. Wie doet nou zoiets? Voor Valentijn je vriendin verrassen met een gejatte vibrator. En dan, er waren 2 vibrators op voorraad. Die lagen daar
Nu mist er eentje. Maar alles wordt duurder. Ja. Alles wordt duurder. Ja. Dan gaan mensen dit soort dingen doen. Kleintjes letten. Ja. Zal je het voelen dat het een gejatte vibrator is? Nee. Omdat ze dat zo specifiek zegt. Nee, je vindt me verrassen met een gejatte vibrator. Het wordt alleen maar lekkerder. Ja, dat denk ik ook spannend, wel. Toch? Ja, tuurlijk wel. Heb jij iets gedaan dan? Nee. Nee? Ik vind het een commerciële... Dat is het sowieso. Nee, commercieel gedrocht vind je. Alhoewel je met een pet met een hartje erop zit. Dus die heb jij niet woensdag gekregen. Nee, maar dat is gewoon mijn liefde naar al onze alle kijkers. Ja, maar jij bent wel nog verliefd, hè? Ik ben verliefd. Ik en Freek denk ik niet meer. Nee, dat is er wel... Nee. Lekker hoor, Larsie. Mooi, Lars. Andy van de Meiden. Ja. In opspraak de afgelopen weken pakt nu iemand aan waar ik me eigenlijk... persoonlijk op aangevallen voel. En die van de meiden, die maakte natuurlijk reclame voor gokbedrijven, toch? Ja. Maar voor Bad City. En dat mag niet meer. Dat mag niet meer. Nee. Maar hij pakt gewoon onze Caroline Tense aan. Oh. Van waarom mag Caroline Tense dan wel voor de postcode loterij reclame maken? En dat soort mensen. En ik niet voor Bad City. Mm-hmm. Ja, maar dan zeggen wij tegen Andy, je mag alles en iedereen aanpakken. Ja. En misschien heeft hij natuurlijk ook wel een puntje. Ja. Want de postcode loterij, dat is natuurlijk ook gewoon gokken. Is van de staat, toch? Ja. Is van de staat en dan mag het in één keer. Ja. Maar het blijft gokken. Ja. Toch? Dus hij heeft is een loterij gokken? Ja, ergens zegt wel. Het wel. Ja, maar gokken zou betekenen... Ja. Zeg wel, nee, maar, weet je wel, je kunt natuurlijk €20 voor een kaartje en ik weet niet of ik dat... En je kunt natuurlijk daar ook zoveel loten nemen als je wil. Dus op principe kan het ook wel weer... En je wint nooit wat. Nee, dat klopt. Nee. En als je één keer, laat me zeggen, wordt aangesproken en je denkt, nou ja, vooruit, ik ben met de kinderen, laat ik maar snel wat invullen, mijn mail erin, dan kom je er nooit meer van af. Maar de lengte van jagen is ongelooflijk. Ik denk dat ik post per maand krijg. Ja, de papierbak is alleen al vol aan de postcode loterij. Ja, die shit wat je dus in de bus krijgt. Volle herkenbaarheid achterin. Okay. Nee. Want hier is de postcode loterij. Ja, is hier gevallen? Ja. Hier? Ja. En daarom hebben we deze studio betaald. Wat denk je nou, man? Caroline, bedankt. Nee. Oh. Maar jullie zijn de enige die ooit gewonnen heeft. Dus Andy heeft een punt, maar niet onze Caroline Tense aanvallen, want die is van ons allemaal. Ja. En weet je hoe we daarbij zijn gekomen, Caroline Tense? Wij hadden het over mooie oudere vrouwen. Ja. Toen kwam ik met Katja Schuurman op te proppen. Ja. En dan zegt Lars, weet je wie ik een mooie oudere vrouw vind? Caroline Tense. Hoe kijk jij? Vind je dat een mooie oudere vrouw? Nou, ik was verbaasd. Ja, ik ben ook. Hoe kom je dan op Caroline Tense verbijst het. Gewoon verbijst het. Ja, toch? Ja. Dan zie je maar noem je licht ontstemd. Noem jij iemand dan? Ja. Een mooie oudere vrouw. Een mooie oude vrouw. Nee, ja. Oef. Je kan niet mijn Caroline afzeiken. Nee, dat heb je ook gelijk. En eigenlijk moet ik nu ook een endietje doen. Ja, even iets heel anders. Ja. Oh, zet ik even de wacht. Ja. Nee, maar Katja Schuurma, is dat echt een oude vrouw dan? Ja, 45 plus. Oh, 45 plus, ja. 45 plus. Waar ben jij? 40. Okay. Maar ze is een mooie oudere vrouw. Ja, dat is... Maar Caroline Tense, die mag jij gewoon mooi vinden. Vandaag tweet iemand Tanja Yes naar mij. Leuk, een mooie oude vrouw. Ja. Toch? Ja. Nee, dan zou ik me daarbij. Ik sluit me daarbij aan. Als dat Ferry de Bond is, Ferry de Bond. Ja, yes. Mooie oude vrouw. Yes, absoluut. Ja. Absoluut. Ik kijk eventjes met een schuin oog naar Nicky van der Geijden. Nou, die ook weer aanwezig is. Nicky! Hey. Ook blijven zitten. We hebben drie dagen doorgebracht met Meditation. En we zagen hoe hij het draaiboekje deed vandaag. Hè. Hij groeit. Hij groeit in zijn rol. Willen jullie nog anders? Willen jullie nog anders? Dan Nicky? Moet Nicky gewoon van hem vast? Nee, Nicky blijft wel. Nicky blijft. Maar weet je wat hij als enige deed eigenlijk? Normaal blijven de redacteuren daar in die stoel. Hij kwam echt naar ons toe om ons erbij te betrekken. Ja. Persoonlijke benadering. Dus, ja. En je ziet het ook, het straalt ook gelijk weer uit. Heerlijk, ik mis dat wel eens bij FC Afkikken, maar ik ben blij dat Nicky dat dan. Hartje om de schouder, even gewoon gewaardeerd voelen. Ja, heerlijk. Nicky is dat, handje even zo om mijn rug van Joop, je doet het goed, je kan het. Je bent toch wat zenuwachtig voor zo'n show. Want je moet weer geven. Klopt. Je moet leveren. Maar Nicky is een people manager. Ja, en alles. Ja, gelijk door. Absoluut. Ja. Nicky, ik kijk eventjes, want we zijn aangekomen bij sowieso van de vrijdag het allerleukste onderdeel. Teddy van Larsie. De telly van Larsie. De telly van Larsie. De telly alleen even van Larsie. Moet ik even doorzingen? Even kijken, je moet blijven zingen, want het is even de lappie. De laptop. De lappie van Larsie. Als deze laptop ooit kapot gaat, dan zien we Lars twee maanden. Nee, dit is mijn alsie. Dat is hij echt in raam. Okay, nee, ik moest heel even kijken. Ik heb namelijk dit nummer twee keer van degene die wij gaan bellen.
Ben je er klaar voor, Joop? Kijk er wel. Zullen we vertellen wie we gaan bellen? Tuurlijk. The one and only. Anko Jansen! Hey. Jawel. We gaan Anko bellen. Hopelijk is hij er klaar voor. Onze grote, 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 grote vriend. Ja, vriend van de show. Een goede voetballer geweest. Ja, absoluut. Eigenlijk nog weinig uit zijn carrière. Mag je nog vragen? Ja. Gewoon gelijk. Te weinig, hè? Gewoon. Ja. Dit was. Je had ook wel veel. Goedenavond. Hey. Anko is een analist. Anko is een analist. Anko is een analist. Ja, ja. Goedenavond, meneer Jansen. Goedenavond. Anko, heb nu al spijt dat je hebt opgenomen. Ja. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Okay. Ik werd hiervoor gevraagd vandaag en toen zei ik, voor de eerste, de beste, heb ik altijd tijd. Ah, mooi. Dit is toch lekker, man. Mooi. Kijk, dat is onze Anko. Dat mooi. Is onze ja. Anko. Liefhebber. Ja, zeker. Hey Anko, jij als analist, hoe was dat om als enige PEC supporter in het stadion te zijn van het weekend? Ja. Ja, dat was, eerlijk gezegd, was daar nogal wat om te doen. Oh. Huh? Maar ik had een beveiliger bij me. Die was nog groter als Maaskant. Dus, er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dus het was, de derby was ook vrij tam. Ja, ja, ja. En, het is allemaal gewoon perfect vlekkeloos verlopen. Oké, okay, dus, mooi. Niks aan de hand. Maar ben jij iemand die daar ook een beetje van geniet? Want ze zullen wel wat roepen naar je en zo, toch? Ja, maar daar bleef het ook wel bij. Okay. En dan is het toch ook prima. Tuurlijk. Nee, op zich, ik vind een rauw randje, dat vind ik altijd wel lekker, ja. Ja, dat weten we wel, dat Anko. Weten we, dat ja. Anko, ik was natuurlijk een beetje naar jou aan het kijken. Wat had jij een goed jasje aan, zeg. Hé. Ik viel hem ook op. Ja, hè? Ja, mooi. Ja, was niks mis mee, hè? Nee, hè? Hé, maar word je gesponsord? Of weet je, hoe kom je aan zo'n lekker jasje? Nee, ja, maar ik zie jullie nou elke keer van die stratenmakers. Ja, daar heb ik toch wel wat meer kwaliteit, hoor. Okay, ja. Okay. Nee, het was mooi, want wij hebben het er wel zo over. Jij was hier natuurlijk toen fully Stony. Ja. En nu ben je casual. Nee, dat is een modeman. Modeman. Trendsetter. Ja. Ja. Ja, maar je moet je aanpassen aan je functie, hè? Nee, zeker weten. Zeker weten. Zeker. Zeker. Hé, Anko, we zitten hier ook samen met Freek Jansen. Hoofdredacteur van Voetbal International. Dat even erbij vermeld hebben. Die had nog wel, toen we zeiden dat we jou gingen bellen, die had wel wat erover te zeggen. Over jou? Wat ik ben heel benieuwd. Ja, dat een goede voetballer was. Ja, echt een goede voetballer. Dat je nog steeds gevoel hebt bij Anko Jansen. Hij kan het nog steeds. Die zou ik best wel lekker vanaf rechts bij de Graafschap of vanaf links bij de Graafschap willen zien spelen. En dan zou het dan gewoon nog van meerwaarde zijn. Ja, maar zou dat kunnen, Anko, nog of niet? Ben je een beetje fit? Het kan niet meer. Maar, voor 10 minuutjes of zo. Ja, we zijn er. We zijn er. Ja, nee, maar het is vergane glorie. Nee. Ja. Hey, maar trouwens, ik denk ook niet dat je er heel veel mensen bij de Graafschap om die er even in te komen. Nee, het is even een verkeerd voorbeeld van de club. Maar we hadden het erover, omdat je zo echt een goede voetballer was. Het gevoel, en dat is een hele flauwe vraag, maar we stellen hem. Ook het gevoel dat je meer uit je carrière had kunnen halen. Heb je dat? Ja, denk je daar nog wel eens aan of niet? Of denk je van dat gelul altijd en... Is mooi zo. Nee. Ik had absoluut meer uit mijn carrière kunnen halen, ja. Alleen heb ik me dat tijdens mijn carrière ook wel altijd beseft. Ik vond het ook wel lekker om bij misschien een iets minder team te spelen en dan wel de beste te zijn. Ja. En ik liet ook niet altijd alles voor het voetballen. Ja. En die tijden die veranderen nu natuurlijk ook een beetje. Dat wel steeds meer heel belangrijk wordt. Ja, en zo'n type was ik niet. Ja, en dan denken clubs die iets hoger spelen soms wel een paar keer na om die Jansen er eens een keer bij te pakken. Ja, ja. Maar wel toch een prachtige carrière gehad. Ja, toch was je alles. Mooie, beetje mooie volksclubs. Daar waren echt zo'n ouderwetse nummer 10. Ja, heerlijk. Wel een beetje aan langzame, lekkere techniek. Ja. Prachtige doelpunten gemaakt. Ja. Ja, ik was helemaal fan als voetballer. Ja, maar ik heb het ook hartstikke leuk gehad. Ja. En ik heb bij mooie clubs gespeeld. En weet je, natuurlijk, daar had misschien meer in gezeten. Maar aan de andere kant zie ik mijn cijfers soms ook nog wel eens terug. Ja. En dan denk ik, nou,
zo slecht heb je het ook precies nog niet gedaan. Zo is het ook. Lekker, zo is het. Hey, maar je bent best wel snel gegaan in de tv-wereld. Dat is natuurlijk allemaal te danken aan ons. Ja. Zo maar te zeggen. Ja, maar wel. Ja. Hè? Ja. Na ons ging het toch hard, Anko? Ja, daar is die trein vertrokken. Die is gaan lopen, hè? Lekker, man. Ja. Hey, maar wat zijn jouw plannen? Blijf je gewoon dit lekker doen? Of zien we je ook over een jaar ineens bij Ik Hou van Holland staan of zo? Nou, dat lijkt me niet. Nee, ik ben een voetbalgek, zoals jullie weten. Ja. Mm-hmm. Dus ik hou het lekker bij voetballen. En dit is hartstikke leuk om te doen. Lekker, man. En daar hou ik het lekker bij. Maar dan moet je ons ook wel een beetje zo naar binnen lullen daar zo, hè? Want wij staan ervoor open. Het zou wel een mooi triootje zijn aan de desk. Jopie en Anko. Ja. Jopie en Anko. En Lars dan, die parkeer even. Nou, weet je, Lars mag erbij staan. Anko, heb je ook een rol voor Lars of niet in het geheel? Wij zijn analisten dan, hè. Oh, we hebben natuurlijk ook een presentator nodig. Ja. En dat wordt Twan van Peper. Twan van Peper staat erbij. Zit alles in. Wat goed. Waar zit je dit weekend, Anko? Volgens mij moet ik naar Heerenveen. Heerenveen, Go Ahead Eagles. Leuk potje. Ja, mooi potje. Een lekker potje. Beetje Heerenveen omhoog praten dan, toch? Nou ja, die hebben toch een aardig resultaatje. Klopt. Dit weekend. Absoluut. Ja, met de nieuwe jas, moet je ook weten, met de nieuwe jas. Ja, wat voor jas bedoel je aan? Met de nieuwe jas naar Heerenveen of niet? Naar het Abellandse Stadion? Zal ik speciaal voor jullie dit weekend weer even die Stony uit doen? Ja! Dit willen we horen. Ja, Anko, ik zie twee blije gezichten op een schijnen. Dit is niet normaal. Het is in, jawel. Goed, man. Ja, dat moet je doen. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we dat doen. Ja. Mooi, man. Nog even één vraagje, Anko. Want ik bedoel, dit is even een analistenvraagje. Nog even één keer jouw mening over huidig topscorer van de KKD, Martijn Kaars, met 18 goals. Oh ja. Ja. Ja, daar zat ik toch wel redelijk naast. Ja, dat klopt. Kon er geen klote van zijn. Nee, raakte je aan de straatstenen niet uit. Nee, ik heb die jongen zulke fantastische goals zien maken. Ja, hè? Dat is echt niet normaal. Mensen uitkappen, met links, met rechts. Hij is best wel snel. Dus weet je, ik heb er best wel naast gezeten. Maar toch is er nog wel ergens in mij iets dat zegt... als die jongen in de Eredivisie gaat spelen, gaat hij heel erg tegenvallen. Maar, weet je, ik heb er al een keer naast gezeten. Ja. Laat hem het tegendeel bewijzen dan. Daar denken wij anders over. En dat hoor je in de Woestershow al. Oké. Ja, maar dat is ook mooi, natuurlijk. Nee, zo is het ook. Nou ja, top. Lekker, man. Lekker. Dan gaan we je heel veel succes wensen. Ja, en dan ga je ook heel veel op tv zien. Mannen. Nee. Ik hou jullie in de gaten. Heel ja, goed, wij jou ook, maar dat kan niet anders. Want altijd als ik aan het steppen ben, ESPN, wie zie ik voor me? Anko Jansen. Heerlijk, joh. Ja. En die Stony aan, hè? Ja, dat komt goed. Komt goed. Anko. Top. Nou, Anko, dankjewel dat we je even mochten bellen. En heel veel succes, hè? Oké, mannen, fijne avond. Hoi. Ja, die moeten we eens in de zoveel tijd hebben bellen, toch? Ja, dat is wel onze maat. Even een beetje vinger aan de pols houden in zijn carrière. Ja. Maar dit is wel echt waar. Anko die kwam een keer hier in de show. Verlegen? Ook als vervanger van Stony Sijns. Nee. Jullie hebben hem niet die op zijn mondje niet Nicky naartoe moeten sturen om even op de burger. Nee, Anko niet nodig. Grote vent, Stony Island, die gaat zitten. Bam, bam, bam. 2 weken later staat hij bij ESPN. We maken die gasten groot, Dus wat er nou met jou gaat gebeuren. En een bedankje, richting jullie of zo. Ja, is mondjesmaat af en toe. Het zou wat meer mogen. Het mag wat meer. Het is echt zo'n beetje want met hij hem. Is hier gescout. Ja, hij is hier groot geworden. Het is geworden. Een beetje met hem. We zeggen het niet, maar we weten dat we van elkaar houden. Ja, zo is het. We spreken het niet uit, maar we weten. Een beetje zoals jij Valentijn zag op Gevierd. Inderdaad. Ja, precies. Heel goed. Ja, die Anko, ik vind dat wel echt mooi. Vind ik echt een cadeau in de voetballerij. Maar weet je wat nou het allermooiste cadeautje is? Nou, daar komt die mensen. Goeienachtrust. Oh, hey. Ja. Ja. Waar kan je dan doen? Ik heb hem echt thuis, hè?
een Emma Sleep matras. Heerlijk. Nee, dat meen ik echt. Ik slaap op een Emma Sleep matras. Maar sinds ik hem heb, en dat meen ik echt, dan slaap ik echt zo lekker erin. Heel ander mens. Ja, maar dat merken jullie in de podcast. Ja. Ik ben sneller, ik ben scherper, ik zie er beter uit. En uitgerust echt, hè? Ja, maar het is hoogwaardige kwaliteit. Zeker. Dus mensen, als jullie vragen hebben, stel het gewoon in de comments. Dus niet alleen maar voetbaldingen, nee, ook over slaap willen we dingen horen. Dus heb je vragen over Emma Sleep en de matrassen, ja, stel ze vooral in de comments. En heb je er nou zin in om daar wat te bestellen, gebruik de code DEBESTE10. Link staat ook in de show notes en in de beschrijving voor 10% korting. En laten we nu lekker door naar de quiz gaan, alsjeblieft. Yes. Freek, ben jij bekend met de quiz? Niet helemaal. Oké, nou in de quiz gaan we twee spelers, een trainer, een stadion en een memorabele voetbaldag, dan wel memorabele voetbalgebeurtenis behandelen. Ja. Ik doe 5 hints per dingetje en je mag roepen. Heb je het fout, doe je niet meer mee. Heb je het goed, dan krijg je een punt. Dan mag je een beetje zo nemen hoor. Dan niet meer mee. Maar je moet nog 1 keer gokken. Ja, okay. Ja, officieel. En daarna mag je ook gewoon nog roepen. Ja. We gaan beginnen met de eerste speler, de eerste hint. In het verleden speelde ik samen met onder andere Arnaud Danjuma en Hakim Ziyech. Hmm. Ik spreek het goed uit. Ja. Hint 2. Ik was ambassadeur van de sportieve knipoog. Van de sportieve knipoog? Nee. Hmm. Hintje 3. Ik speelde bij 2 clubs in mijn geliefde blauw-wit. Hij is niet nu actief. Oh, je mag geen vraag terugstellen. Hintje 4. Ik droeg de aanvoerdersband op de dag dat we Ajax van de titel hielden in de laatste speelronde. Maar dat was toen met de Graafschap, toch? Dan Brian Smeets scoorde. Ja, met Brian Smeets, ja. En hintje 5. Ik kopte mijn jeugdliefde naar de winst in de play-offs tegen Go Ahead, terwijl mijn wenkbrauw slechts enkele momenten daarvoor was gehecht. Mag Ted van der Pavert. Netjes. Hij is goed. Wist ik niet. Nee, wist je dat niet, Joop? Nee. Okay. Ook zo'n lekkere voetbalnaam. Ted van der Pavert, heerlijk. Die T erachter blijft lekkerst. Ja. Ted van der Paver was heel anders geweest. Die Dat was geen lekkere nu jeugdtrainer bij de Graafschap, Ted van der Paver. Ja? Ja. Hoe heette die andere ook weer? Je hebt ook de sterkste man van Nederland. Die namen lijken berg op elkaar. Jarno. Ted van der Parren. Ted van der Parren. Ja, die ging dan allemaal naar 3 vrachtwagens. Ja, dat klopt. Nu zie je dat nooit meer op tv. Maar dat was top. Toen was het altijd in de zomer. Iedereen ging van Simon Sulaiman. Tuurlijk wel. Maar daar keek ik ook altijd naar. Maar er moest zo'n grote ronde bak. Ja, dat was top. Of van die hele grote wieden gingen ze omgooien. Ze moeten alle omgooien. Nou, iedereen heeft het dus gezien. Moet terug op tv. Dan is het ook hier begonnen. En Koert Westerman moet het presenteren. Ja, dat vind ik. En alles. Koert. Eigenlijk moet Koert alles presenteren. Het nieuws. Het weer. Hij kan ook alles. We gaan door naar de volgende speler. Ja. De eerste hint. Ik speelde in de KKD in een shirt dat normaal gesproken wordt gedragen in de top van de Eredivisie. Hint 2. Terwijl ik in de Eredivisie de meeste wedstrijden keepte voor een club die juist vaak in de KKD actief is. Hint 3. Verder werd ik verhuurd aan een club die we volgend jaar waarschijnlijk mogen verwelkomen in de eerste de beste. Even nog 1. Hint 4. Ik heb dit seizoen in Oostenrijk een half jaar gespeeld. Ja, mooi. Kiept met een gescheurde kruisband. Ja, Kiel Scherpen. Ik moest snel zijn, want ik wist dat jij... Ja, goed man. Klopt. Kiel Scherpen. Ja. Daarvan dachten we toch ook. Dat is toch een beetje de Hugo Wendges van onze generatie. Kan nog wel komen, hoor, met Kiel Scherpen. Wel. Jawel. Of is hij wel eeuwig jong. Volgens mij is hij steeds 22, 23 of zo. Dat is wel bizar, ja. En voor een keeper is hij natuurlijk super jong. Want hij kiept al heel vroeg. Ja, maar we waren natuurlijk een beetje in de veronderstelling dat hij zo verschrikkelijk lang is. Weet je. Hij staat wel. Alleen bij hem is zijn lengte ook wel een beetje zijn nadeel, heb ik altijd het gevoel. Het is net iets langer dan bij de grond. Ietsje kleiner was. En bij Oostenrijk, bij Rapid Wien of zo zit hij toch? Ja. Als je Kiel Scherpen samen met Lamproe, dan heb je een top. Dan heb je een top. Dat zou de ideale combi zijn. We gaan door naar de volgende. Dat is de trainer. De eerste hint. Ik begon mijn trainerscarrière met 4 seizoenen bij een club die inmiddels niet meer bestaat. Hint 2. Vervolgens stond ik 5 jaar aan het roer bij PEC Zwolle. Hint 3. Maar daarna werd ik bekend met kortere klussen als hoofdtrainer. Robert Maaskant. Fout. Nee, wat stom. Hint 4. Er is zelfs een effect naar mij vernoemd. Ja.
En hint 5, ik stapte ooit de bestuurskamer van Ajax binnen met de vraag, ja. President, oh, heerlijk, ja. Hoe laat begint het ja. Neuken? Ah, Korbach. Ja, Korbach. Ja, goed. Ja, 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 lekker. Ik dacht, club niet meer bestaat. Ja. Ik dacht, RBC en Maaschot daar veel te snel voor. Waar is hij begonnen dan, Frits Korbach? Zou Veendam zijn dan, denk ik? Veendam of Haarlem? Ja, zo, ja, zoiets, ja. Ik kijk Nicky even aan, weet. Waar is hij begonnen dan? Even googlen, Joop. Wel goede zeg, Frits Korbach effect. Ja, Frits. Ja, ver blijven, Nicky. Nicky zit er met zijn hoofd bij het weekend. Ja, die denkt vrij. Ja, hij is begonnen bij, even kijken, Wageningen. 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 Oh, berg. Mooi. Heb je nog een beetje, kijk, dat soort type trainers heb je niet meer, ook nee. Van hoe ze leefden. Maar heb je dat misschien nog in mindere mate nog wel, of bestaat dat echt niet meer? Weet je, toch echt zo'n uitgesproken trainer, ook echt in de media. En, wie is de meest uitgesproken in de media? Ja. Ik zit even een beetje harder. Kijk, die nieuwe generatie is natuurlijk heel erg... Ja... tactisch onderscheidend, ja. Hè? Of je dan, laat me zeggen, of je Arne Slot denk je aan, ja. maar ook Rogier Meijer, Pascal Jansen, noem maar allemaal op. Dat is allemaal natuurlijk wel heel erg gefocust op het voetbal. Ja. Henk de Jong is natuurlijk echt nog wel een klassieke trainer. Die kan natuurlijk altijd. En net zoals rooibos thee drinken is al heftig. Ja, ja, ja. Denk ze al, oh, gaan we gezeik mee kijken. Ja, geen rooibos thee. Het is allemaal een beetje dat soort gasten allemaal, hè? Ja. Je ballaatje een beetje. De roerantje inderdaad is het niet heel veel, nee. Snoei. Nee, hè? Nou ja, in ieder geval, vaak kom je al bij zulke gasten omdat ze dan iets menselijker zijn dan de rest. Ja, ja. Vind je dat dan niet, als je Ajax-watcher bent geweest, dat saai aan Ajax? Dat het zo statisch is. Dat ze, kijk, we hebben vorige week een beetje grappig gedaan over Siem de Jong. Ja. Over dat hij niet zoveel zei, maar ik vul dat even in. Maar dat komt toch ook omdat dat je alles op een weegschaaltje gelegd hebt. Hoe ze praten en wat ze zeggen. Dat wel. Het ligt ook wel een beetje aan de persoonlijkheid. Want ik heb door de jaren heen ook wel veel gasten gehad. Maar Ziyech was altijd leuk. Mm-hmm. Dat was altijd... Tadić zei ook wel veel, maar die had wel op de juiste momenten durfde hij wel dingen te zeggen. Ja. Maar dat hangt er wel een beetje... Het vaak de jongens die de hele jeugdopleiding van Ajax hebben doorlopen, of daarvan, die worden helemaal in een keurslijf gedrukt. Ja, en voor hun is het ook allemaal niet zo bijzonder om in de VI te staan. Ja. Nee. En zij zijn natuurlijk ook helemaal gewend van, ik moet vooral niet te veel zeggen, want dan krijg je zeik. Ja. Jongens die van andere clubs komen, daar zit veel meer bij. En die durven veel meer te zeggen. Of dat nou Lasse Schöne was, of welk niveau ze ook komen, durven ze meer te zeggen. En... Ja, je hebt natuurlijk ook door de jaren heen ook natuurlijk heerlijk geschifte buitenlanders gehad. Kijk, Suarez of Pantelis. Of nee, die hoef je echt allemaal in. Ibra. Die vertelde gewoon een verhaal, punt. Ja, en die hadden gewoon zoiets. Maar je zag het nu toch bij Brobby. Brobby geeft interviews net iets eigenlijk menselijker. Ja. Door hij zegt poeier en hij zegt een nasje. En dan je bent al heel snel tevreden. Ja. Ook, aan de ene kant ook omdat alles wat ze een beetje leuk zeggen, wat leuk is... Het wordt vol uitgesmeerd, maar vol gefocust. Dat heb je nu ook al met Brobby. Jij was er ook al over aan het twitteren. Ja. Dus snap je wel? Ik vond het juist leuk. Ja, het is toch bizar voor woorden dat je van een jongen hebt van begin 20 die in plaats van schieten poeieren zegt. Dat is al bijzonder tegenwoordig. En het moet dan nog gelijk zo'n nationale knuffelbeer worden. Ja. Nico Dijkstra had ook een mooie column over. Ja, alles moet zo. Daar zat hij het over toen, ja. En dat is ook wel, omdat het dan opvalt, is dat bijzonder. En dat is soms wel jammer. Ja. En het wordt dan ook soms wel... Ik heb ADO toen gevolgd in die tijd. Dat het echt met het mooie elftal, hè, met Immers en met Verhoek en met Koem en met al die gasten. Boulikin, De Rijk, noem maar op. Dat waren allemaal gasten die wel echt wat zeiden. Dat was ook een omgeving waarin ze gewoon zeiden... toen ging het toch goed met ADO. Joh, neem lekker mee naar het plein. En ga op het plein lekker lunchen op donderdagmiddag. Dus de ene week zat ik met Coutinho te lunchen. En de week later met Lex Immers. En dan... Dat is al qua setting al heel anders. Want dan zit je gewoon in de stad en je ouwehoert. Je bent niet eens eigenlijk dat interview. Je ouwehoert gewoon anderhalf uur lang. Je eet het uitsmijt, je gaat naar huis en je hebt het topverhaal. Ja. En ze weten ook van, dan komt het goed. Je maakt er wel een leuk verhaal van. Je maakt er wel moois van, heel anders dan dat je in een klinisch perskamertje zit. Ja, nee, en precies. Je wordt er kwart over één neergezet. En ze zeggen, nou, om half twee moet hij alweer naar een videobespreking. Ja. Dan krijg je ook eigenlijk niet zeggen in interviews. Heren, we zijn met de quiz bij. We gaan door naar het stadion. 1-1, hè? Ja, zoiets. We gaan door naar het stadion. De eerste hint. Dit stadion ligt in een natuurlijke omgeving. Sorry. Ja. Natuurlijk. Hint 2. Maar er lag tijdens de periode in de KKD wel een verschrikkelijke kunstgrasmat.
Hinkje 3, onder meer Peter Bos, John Stegeman en Hendrik Kruzen hielpen mee om de club in dit stadion terug te brengen naar het betaald voetbal. AGOVV. Ja, maar dat heette het Berg en Dal. Berg en Bos. Oh, shit. Oh ja, Sportpark Berg en Bos. Berg en Bos, ja. Jij hebt het goed. Hinkje, oh ja, ik had de club nog. Ik zat er was nog in. Hinkje 4 was waar Ted van Leeuwen uiteindelijk de ene naar de andere parel op het veld wist te zetten. Dries Mertens en Chatley en zo. Ja, mooi was dat. Ja, ja, in 5 was in de stadion speelde onder meer Nasser Chatley, Dries Mertens en Klaas Jan. Die hebben ook maar een paar jaar gespeeld. Kalesis, ja. Maar een paar jaar. Is dat, ja, ja, fantastisch onderkomen, ja. Ja, ja, was mooi. Sportpark Berg en Bos. Ik ben wel bij Achilles geweest, dat was minder. Ja. Maar goed, we zijn aangekomen bij het moment, dan wel de memorabele voetbaldag, dan wel de memorabele voetbalgebeurtenis. Ja. In het 1. Hier ben ik heel slecht in altijd. Ferry is Ferry hier goed. Ferry is goed. Dus nu moet ik eventjes, oké. Jij moet dit doen. Ja. Deze memorabele voetbalgebeurtenis vond een week voor de aftrap van het EK in Nederland plaats. Oké. Dit gaat door. Er komen nog wel wat meer. De club die bij deze gebeurtenis betrokken was, speelt ook in het oranje. Ja. Hint 3. Bij deze club stond echter niet Rijkaard aan het roer, maar wel een markante trainer die actief was in de Eredivisie en de KKD. Hint 4. Okay. Deze man, genaamd Robert Maaskant, zei later over deze memorabele voetbalgebeurtenis: Dit was het meest onmogelijke wat ik als trainer gedaan heb met een ploeg. Misschien promoveren met RBC of zo dan? RBC? Is dat het moment? Goed. Dat is het moment. Ja, nou, dat had wat beter weer. Nick? Wouter Boerkampie. Moet je hem nu op vrijdag hier even opkomen? De promotie van RBC is het is moment. Dat dan, hint 5 was de betreffende club kon niet lang genieten van deze memorabele voetbalgebeurtenis. Want een jaar later volgde de degradatie. Ja. En 11 jaar later. Van die mooie doelen. Ja. Weet je ook van die netten zo in. RBC, daar wordt nog steeds in gevoetbald. Ja. Hè? En ze zijn weer bezig om die club groot te maken. En er zit een voetbalmuseum in volgens mij. Ja, in het stadion, dacht ik. Ik zie RBC wel een club zijn die weer over een aantal jaren weer terugkomt in de, laten we zeggen, de voetbalpiramide. Ja, ik heb het idee dat we nooit meer nieuwe clubs gaan zien in de KKD dan wel in de Eredivisie. Oh, ja, denk ik wel. Vanuit zo'n club als RBC, want die wat willen. Achilles is waar ze blijf een ik echt pil. Dramatisch vinden. Ja, dat je ook. In 2024, waarin alles geregeld kan worden, dat je niet een normale voetbalpiramide met promotie degradatie. En dan heeft Chris Woerts, die hebt dan liever dat er nog 6 belofte elftal. Maar al die beloften eruit en gewoon promotie degradatie en Quick Boys erbij en HHC erbij en laat het gewoon doen. Want als jij bij Jong AZ in Weidewormen, dan kun je ook bij HHC langs de lijn staan. Maar er zit geen verschil in het complex van Jong AZ. Of het complex van Quick Boys of HHC. Sterker nog, Quick Boys HHC is een grote professionele complex dan van Jong AZ. Dus gooi het gewoon erbij en je bent er. Maar dat willen ze niet. Waarvan akte? Zo, eventjes op de vrijdagmiddag. Ja, hij heeft gesproken. RBC trouwens nu in de eerste klasse 8 punten los bovenaan. Oh. Zie je, ze komen eraan. Ze zijn klimmende. We gaan door naar de voorspellingen. En dan eerst eventjes de winnaar van vorige week. Dat was Tom Loijmans. Tommy! Dat was de man die als snelste een DM stuurde om 11 uur. Lekker man, vroeg. Ja, vroeg om 11 uur. Dus 4,5 uur. Ik was nog niet wakker. Maar, hij was Robin Daleman, Koen Berghei, Nick H. en KVR 070 te snel af. Ook zij stuurde allemaal een DM. Loyale soldaten. Dankjewel, heren. Tom, stuur even een mail naar wouter@fcafkikker.com en dan komen die sokken jouw kant op. Dan gaan we even door naar de... Heerlijke sokken. Ja. Kunnen wij jou niet aanbieden? Nee. Want we hebben de laatste paar die we hier al hebben aan Jort van der Sande gegeven. Oh, klopt. Zou die ze al hebben gedragen? Denk het niet. Weet ik niet. Denk het niet. Jort, als je luistert, draag ze en maak even een fotootje ervan. Ja, dat is het minste wat hij wel We gaan even naar de voorspellingen van vorige week. Wat wordt Roda JC tegen FC Dordrecht? Dat werd 4-1. Dat had niemand goed. Vraag je B, wie is na deze speelronde koploper van de derde periode? Dat is ADO Den Haag. Ja. Omdat MVV hard onderuit ging. Ferry en Lars een puntje. Ja, dat zag je niet aankomen. Nee. Vraag C. Hoeveel strafschoppen worden deze week cadeau gedaan in de KKD? Dat waren er 4. Had niemand goed. Nee. Vrijdag 1 bij Telstar, gemist door Kaars. Luc Timmer deed maandag bij Jong Utrecht, Jong AZ nog even 3 bij. Dat is wel lekker, 3-1 met. Vraag D. Schokeffect na ontslag Mike Snoei bij Telhel? Vraagteken. Wint Telstar voor het eerst in 17 november weer een KKD-duel? Ja, very goed. Plus bonuspunt. Ja, bonuspuntje hadden we gezegd. Hè? Ja, hadden we afgesproken. Dom van mij. Ja, dus de tussenstand. Lars van Velsom 17 punten. Joop Buit 17 punten. En Ferry de Bond 16 punten. Hij komt in de buurt, Ver. Ja. Dat is goed. Ja.
Hij doet niet altijd serieus, maar nee, als hij het doet... Hij denkt altijd, hij wil het wel, maar dan als hij vraagt, komt, gaat hij toch weer raar doen. Ja, dan komt hij met rasse schreden komt hij dichterbij. Nee. De winnaar van deze week, Martijn Schwillens, had er 3 goed. Waaronder de 4 cadeaugegeven strafschoppen en de zege van Telstar. Volgens mij een Helmond supporter. Want ik zie hem heel vaak voorbij komen op Twitter. Of Roda? Roda volgens mij. Ik dacht ook Limburg. Ja, Roda. Maar in ieder geval, Martijn, stuur even een mail naar wouter@fcafkikker.com en dan gaan we dat allemaal regelen. Dan de nieuwe voorspellingen. En Freek, jij kan gewoon meedoen. Je speelt voor jezelf nu. Oh, niet voor Freek. Nee. Dan gaan we bij de eerste. Wat wordt FC Eindhoven tegen FC Groningen? Eindhoven, zeg ook stugge ploeg. Ja, stugge ploeg. Daar valt een beetje tegen. Ik moet wel even van Eindhoven zeggen. Ik was van de week in shock. Ja, Rottier. Rottier. Ken je die van Eindhoven? Ja, ja. Die heb een kop, hè? Die heb een kop. Ja, ja, ja. 22 jaar. Die is 22 geworden. Die is geworden. Nog jong. Maar die ziet er echt uit. Zo lijkt godverdomme de broer van Jozef Oosting. Ik geloof niet dat die twee... Die zou zo van het kamp kunnen komen. Ja. Een goede kop. Ja, die hebben een hele goede kop. Ja, goed, maar niet iemand van 22. Nee. Nee, hij ziet er ouder uit. Hij heeft een goede kop. Maar ik denk 1-2. 1-2. 1-1. 1-1. Dan ga ik zeggen 0-3. Oh. Ja. Nee, 1-3. Jurrius maakt een blundertje. Vraag B. Wat is het gat op de ranglijst tussen Willem II en ADO na Willem II tegen ADO? Verschil is nu 5, dus 2, 5 of 8 punten. Ik was niet op aan letten, nog een keer, sorry. Dat geeft niet. Wat is het gat dus op de ranglijst tussen Willem II en ADO na afloop van Willem II tegen ADO? Het verschil is nu 5, dus dat kan 2, 5 of 8 punten zijn. 2. 5. Dan ga ik voor 8. Oh, ik moet even wat anders zeggen. Ja, anders, een klein spelletje, denk ik. Ja. Vraag IC. Wie scoort er dit weekend vaker bij Helmond Sport De Graafschap? Martijn Kaars of Ralf Seuntjes? Ja, Kaarsie. Seun of God. Ja, absoluut. Ik denk drie keer Seun. Allebei 2 stuks. Oh. Even een spektakeltje. Ja, mooi. Op de braak. Ja. Op de braak, ja. Hey, laatste seizoen, hè? Dat doelpunt van de Seun, dat hij die bal zo lekker aanneemt. Oh. Dat hij de inrost. Ja. Wat dacht jij heerlijk. Toen? Ja, was je aan het genieten? Ja, ik was ook in het stadion. Die wedstrijd is echt... Ja, ik vind het echt. Ik vind het sowieso een geweldige gozer. Ja. Maar ik vind het ook een heerlijke voetballer om naar te kijken. Omdat je kunt. Iedereen kan zich. Het is ook een cult houden natuurlijk. Ja, iedereen kan zich, heeft een beetje in zich. Iedereen heeft een beetje. Iedereen heeft een beetje in de Son of God in zich. Juist. Dat is gewoon echt. En het is echt een geweldige gozer. Ja, ik kan daar zoveel genieten. Maar ook dat je hem ook. Dit was een soort computerdoelpunt. Als je door zegt, doe nu dit en nu dit. En dan bam. En bam. En alles lukt. Ja, en ik vind het gewoon mooi. Buiten het feit dus dat hij weer terug is. Maar ook gewoon. Hij is natuurlijk al wat ouder met die grijze kop van hem. Je bekruipt toch een beetje het gevoel van... voor mij is er ook nog een kansje. Ja, maar dan hadden wij een tijd geleden samen ook over last. Van dat zou niet... Je zou echt gewoon... Ik kan wel een raken, hoor. Dat kan nog. Wel als keeper. Als keeper. Als keeper. Dat is zo'n gekke keeper, ja. Ja, zo gek. En dan wil ik ook penalty's en vrije trappen. Ja, dat dacht ik wel. Chilavert, zo. Vraag idee. Wie pakt de meeste punten dit weekend? NAC of Cambuur? Cambuur speelt vrijdag tegen Jong Utrecht. NAC tegen Telstar. En maandag is het inhaalduel NAC tegen Cambuur. Cambuur. Spelen allebei thuis op de vrijdag? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, ik denk... dan ga ik voor NAC. Oké. Dan ga ik... Net zoveel punten weer. Ja, dat gaan. Nee, doe maar Cambuur. Nee, Cambuur. Ik ben trots. Even kijken hoor. Ja, en natuurlijk, volgende week hebben we weer op de woensdag een Profoto speler van de week. Tuurlijk! Dus mensen, vergeet niet, wij maken na elk KKD weekend op de maandag onze speler, trainer, materiaalman, barman, prestatrice. Het maakt allemaal niet uit. Maar we noemen het gewoon Profoto speler van de week. Dat dan weer wel. Ja. Hey, maar die Wouter is ook helemaal gek, hè? Wouter Boerkamp. Ja. Die komt gewoon op zondagavond. Ja, van kennen jullie even die speler van de week even doorgeven? Met motivatie. Ja, ik zeg, Wouter. Ik ben ook van de rituelen. Ja. Dus het is wel een schakelkanaaltje kijken. Maar ik ga op maandagochtend, als ik die kleine heb weggebracht naar de speelzaal. Dat is jouw dingetje. Dan ga ik eerst hier naar de buurtsuper toe. Haal ik 2 croissantjes. Loop ik naar huis toe, laptopje aan, croissantjes naast me en dan ga ik alles terugkijken. En dan pas kom ik met mijn speler van de week. Want ik moet alles hebben gezien. Ja. Wedstrijdjes weer terugkijken, interviewtjes. En dan kom ik pas met die profoto. Dus je laat je ook niet sturen door Wouter. Zeker niet. Zou Nicky dit anders hebben aangepakt? Ja, Nicky, die zou al van tevoren hebben geweten, Joop gaat maandag alles terugkijken en dan komt hij ermee. Juist. Tuurlijk. Maar in ieder geval, jullie kijkers en luisteraars kunnen ook stemmen op een van onze 3 suggesties op Twitter of Insta. En natuurlijk reageer in de comments als jullie een andere KKD held of heldin hebben van die week. Dus doe allemaal mee bij de Profoto speler van de week. Ja.
En dan zijn we aangekomen bij het einde van deze vrijdagmiddagborrel. Lekker man. Freek, mogen we jou hartelijk bedanken. Ja, zeker. Ja, bedankt. Leuk. Twee afleveringen hier wilden zijn. Hoe heb je het ervaren? Ik heb er echt van genoten. Ja? Ja, het is echt, ja, nee, het is een feestje om hier te zijn. Ja, ik denk dat ik hier nou, gewoon weer, zoals de afgelopen 3 dagen ben gebleven. Blijf gewoon. We zetten gewoon een stoel erbij. Ja, pak gewoon die stoel lekker zo. Dan kan je gewoon douchen bij mijn ouders thuis. Je kan bij mij eten. Je wordt top verzorgd. Kent je Den Haag? Nee, het was genieten jongens. Nou, dank in ieder geval dat je er wilde zijn. Heel veel succes. En we gaan het in de gaten houden van de Graafschap. Ja. Kritisch volgen. Zeker. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken en voor het luisteren. Vergeet niet 5 sterren te doen op Spotify. Vergeet niet te liken en te subscriben op het kanaal van FC Afkikken. En dan zijn wij volgende week woensdag met Ferry. Met Ferry. Zijn we er weer. Leuk man. Tot woensdag. Hoi hoi. Yo, Lars hier van De Eerste de Beste. Vergeet allemaal niet te liken en te subscriben op het kanaal van FC Afkikken.